Zo. Ik ga nu uitleggen waarom een boemerang stuurt. Hoor je? Dit is hem. Nee. De serpenten. En als ik hem gooi, dan doe ik het zo. Dus hij gaat vrijwel verticaal. Net niet verticaal, maar vrijwel verticaal. Gaat hij die kant op door de lucht. Die kant op draait hij. En dat gaan we nabootsen met dit ding. Tol. Gyroscoop. Een boemerang is een gyroscoop. Het is een tol. En hij draait zo. En hij gaat ook die kant op. Hij komt zo die kant op en draait. Hierboven komt de wind loeihard. Terwijl hij hier beneden bijna stilstaat. Dat betekent dat er een liftverschil is. Verschil in lift tussen de bovenkant en de onderkant van de boemerang. En dat verschil probeert dus in dit geval de boemerang die kant op te bewegen. Maar een tol die je een kracht op uitoefent, hè, loodrecht op de as, en parallel aan de as, maakt niks uit. Maar loodrecht op de as, dit is de as. Zo. Als je daar een kracht op uitoefent, dan manifesteert zich dat in 90 graden verderop van de draairichting. Die kant op gaat die kantelen. Dus hier is meer lift dan beneden. Klein beetje lift. Veel lift. En dat draait 90 graden in de draairichting mee. En dan gaat hij die kant op. That's it. Nou, dat demonstreer ik met deze tol. Die gaat ook zo ietsje schuin. Niet helemaal verticaal, maar ietsje schuin. Gaat hem laten draaien. Dan zullen we best gaan. Laten draaien, draaien, harder, 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 harder. En dan gaan we hem loslaten. Zit een gewichtje aan. Nou, je ziet het. Heel in het kort. Het gewichtje is natuurlijk veroorzaakt het liftverschil. Zo, die kant op is die kracht loodrecht op de as. En dan gaat hij die kant op draaien. Ik laat het nog één keertje zien. Oep, that's it. Ik kan hem natuurlijk wat harder laten spinnen. Ga ik nu doen. Ik denk dat het een vangst. Ja, maar ik had het niet.
is het nemen van de bocht zelf ook een kracht op de af. Het nemen van de bocht zelf. Kijk, dit is de as. Zo, dit is de as. Het nemen van die bocht is een kracht die kant op. En dat kan ik weer ook laten zien wat dat voor gevolg heeft. Maar dan moet ik hem weer vooruit helpen. Het ging heel snel, maar dat gebeurde. Nee, maar ik zag het. Op. Op. Zo is het. Nee. Ik heb niet gevraagd hoe het.